Chapter 5, seizoen 3 is helemaal uitgeleakt. Ik ga jullie in deze video alles laten zien met betrekking tot de Battle Pass en de skins die gaan komen. Dus blijf deze video gewoon helemaal afkijken om niks te missen van wat er komen gaat. Ja, jongens en meisjes. Fortnite Chapter 5, seizoen 3 is compleet geleakt. En in deze video ga ik jullie alles laten zien. Ik heb de hele aankomende Battle Pass voor jullie waar we zo samen naar gaan kijken. Dus kijk deze video helemaal af. Maar voor we natuurlijk gaan beginnen, jongens en meisjes, vul even in de Fortnite Items op mijn supporter creditcode TIS in als je aankomende vrijdag de Battle Pass gaat kopen om mij te supporten of überhaupt om mij te supporten. Dus wil je mij nou supporten in de Items Shop, vul dan de kortingscode van Nederland en België in. TIS, zoals je kan zien, klik dan op search zodat dat groene vinkje er staat. Klik daarna op cancel en dan support je mij natuurlijk geheel als jij een skin gaat kopen of als jij aankomende vrijdag de Battle Pass gaat kopen. Want, jongens en meisjes, aanstaande vrijdag 24 mei gaan wij het nieuwe Fortnite seizoen in. Namelijk Fortnite Chapter 5, seizoen 3. Je hebt dus tot aankomende vrijdag om dit seizoen te spelen, om je Battle Pass te unlocken en om alle dingen te unlocken die jij wil hebben. Dus ga dat gewoon eventjes doen. Dat is gewoon een standaard ding wat ik jullie wil zeggen natuurlijk. Maar, jongens en meisjes, voor ik jullie daadwerkelijk alles ga laten zien zometeen, abonneer ook even op mijn kanaal. Laat even dat belletje achter, zodat je niks mist van de aankomende Fortnite video's in het nieuwe seizoen natuurlijk. En ook video's zoals dit. Want jongens en meisjes, ik ga jullie in deze video ook iets uitleggen hoe jij V-Bucks van mij kan krijgen. Zodat jij misschien wel aankomende vrijdag een gratis Battle Pass kan krijgen van mij natuurlijk. Dus kijk deze video helemaal af, jongens en meisjes. Maar zoals ik al zei, als we naar de Battle Pass pagina gaan, kunnen wij zien dat chapter 5 seizoen 2 tot en met 24 mei duurt. Wanneer is het 24 mei? Aankomende vrijdag. En dan gaan we dus de nieuwe Battle Pass krijgen. Die dus al compleet uitgelekt is. Die ik jullie nu ook ga laten zien. Dus ik denk dat het eigenlijk wel een goede timing is om de Battle Pass erbij te gaan pakken. Ik heb één screenshot uit de Battle Pass kunnen krijgen. En dat is namelijk deze screenshot. En hier gaan wij vandaag samen naar kijken. Want we kunnen hier natuurlijk al één skin zien. En dan vraag ik je vast af, Chesto, waar komt deze skin vandaan? Want deze skin komt maar bekend voor. Klopt, jongens en meisjes. Wij gaan in Fortnite Chapter 5 Seizoen 3 een Fortnite samenwerking zien met Fallout. We gaan iets van een Fallout thema krijgen, wat natuurlijk echt heel erg insane is. Vrijdag gaan we er meer van zien, maar dit is de allereerste skin al die wij daarvan kunnen zien, wat insane vet is. En dat is niet de enige samenwerking die wij gaan krijgen. Wij krijgen namelijk in Fortnite Chapter 5 Seizoen 3 ook een samenwerking met Monster Jam. Ik weet niet of jullie weten wat Monster Jam is. Dat zijn die grote auto's die overal rondscheuren over kapotte auto's heen, wat heel erg vet is. Maar we moeten even verder kijken dan alleen deze skin, jongens en meisjes. Want als we hieronder kijken, gaan wij ook wel wat belangrijke dingen zien. Want we zien hier een aantal skins uit de Battle Pass. Plus, als wij rechts in beeld kijken, naast de Fortnite crew, zien wij namelijk Captain Jack Sparrow. Er is namelijk een hele grote leak geweest dat aankomend Fortnite seizoen, dus in chapter 5 seizoen 3, we eindelijk een samenwerking tussen Pirates of the Caribbean en Fortnite gaan krijgen. Wat betekent dat wij een icon skin of een gaming legend series skin van Jack Sparrow gaan krijgen. En zoals je kan zien staat hij dus hier al in beeld uitgetekend, wat insane vet is. Maar daar houdt het niet bij op, want we hebben natuurlijk de quest rewards. Die gaan waarschijnlijk Fallout gerelateerd zijn. Net zoals we dit seizoen, als we natuurlijk naar Fortnite terug gaan en naar de Battle Pass gaan, de Korra skins hebben. Quest rewards zijn natuurlijk dus rewards die je krijgt om te level uppen. Dat gaan waarschijnlijk dit seizoen de Fallout skins zijn, of aankomend seizoen. En de Korra skin wordt dan natuurlijk de skin die de Pirates of the Caribbean Jack Sparrow skin is, als je nog begrijpt wat ik bedoel. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen volgen. Het is een klein beetje lastig uitgelegd natuurlijk. Ik heb ook een klein beetje last van mijn keel. Maar jongens en meisjes, als we dus zien, gaan dus de quest rewards de Fallout skin zijn en de speciale skin natuurlijk Captain Jack Sparrow. Maar de bonus rewards hebben een skin die ik zelf niet ken. Als jullie deze skin kennen, laat dat dan even weten in de comments. Want ja, ik heb hier nog nooit van gezien of gehoord. Maar dat terzijde. Als we dan hier links gaan kijken, zien wij namelijk skins wat hoogstwaarschijnlijk in de Battle Pass gaat zitten. Want in de video van een paar dagen geleden heb ik jullie al verteld dat de Whiplash skin die je dus hier ziet een nieuwe stijl gaat krijgen. En zoals je kan zien heeft deze skin hier een hanenkam. Hij is wat geüpgraded, wat er natuurlijk echt mega vet uitziet. Dan zien we daarnaast weer een vis skin met een zonnebril op, een petje op. En daarnaast een Pili skin die wij dus eerst gratis hadden moeten krijgen, omdat dit daadwerkelijk een skin was die we eigenlijk al hadden moeten kunnen lokken. Die is nergens meer uitgekomen. Heel erg apart natuurlijk. Waar dat mee te maken heeft, geen idee. Maar er wordt dus gespeculeerd dat die in de Battle Pass zit. Dat kan nog afwijken, want ik heb zometeen nog iets waar we naar gaan kijken wat in de Battle Pass gaat komen natuurlijk. Dan zien we hier een soort van Omega skin. En natuurlijk de Captain Jack Sparrow skin, wat natuurlijk echt insane vet is. Maar als we hieronder kijken, zien we ook dat Chapter 5 seizoen 3 tot en met 22 juni duurt. Ik weet niet of dat precies waar is. Dus dat moeten we nog even met een korreltje zout gaan nemen. Maar ik moet eventjes een tweet op gaan zoeken
zoeken, jongens en meisjes, wat ik jullie wil laten zien wat te maken heeft met het nieuwe seizoen. Dit is namelijk een tweet van Hypex die confirmed en rumored Season 3 skins so far. Dit is daadwerkelijk allemaal waar wat uit gaat komen. We hebben dus de confirmed collab skins van Fallout en Marvel. Die kan je dus hier zien. Hier zien we dus een aantal skins die dus daadwerkelijk gaan komen. En wat ook opvalt, is dat hier dus ook weer die Whiplash skin er is. Dus dat is sowieso heel erg nice. Deze skin die je hier ziet, ziet er heel erg lijp uit. Die gaan we ook daadwerkelijk krijgen, wat echt insane vet is. De Red Helmet confirmed on Fortnite short trailer. Dat is dus deze. Ook een hele lijpe skin die je kan zien. De Nitro Carrot, dat is deze skin hier zo. Ziet er ook natuurlijk insane uit. De Remix Dummy teased by the Dummy NPC. Ja, dat is dus deze skin. Die dus ook in de screenshot van net staat, wat natuurlijk echt insane is. Alleen hier staat dus nog helemaal niks over Fallout. Ja, er staat hier dat er een Fallout skin is, maar die staat nog niet hierbij. Maar die heb ik dus net al laten zien, wat natuurlijk gewoon echt heel erg vet is. En verder hebben we natuurlijk ook de Skull Match, Kinda Match, de Season 3 Skull Logo Team, wat deze skin hier is. Dat wil ik jullie natuurlijk ook even laten zien. Was wel handig om dat er misschien bij te laten vertellen. Maar dit is ook echt een van de Fallout skins die natuurlijk in de game gaat komen. Wat wel een hele grote skin is, maar wat op zich ook best wel vet is om te hebben, gewoon al vind ik het zelf. De bonus rewards, nogmaals, weet ik dus niet wat dat dan was. Maar waar ik zelf ook heel erg veel zin heb, is natuurlijk de Captain Jack Sparrow skin. Maar als je dit ziet, jongens en meisjes, wat ik jullie net heb laten zien, plus deze screenshot, ga je dan de Battle Pass kopen? Ja of nee? Laat het even weten in de comments of jij het wel of niet gaat doen. Want daar ben ik zelf heel erg benieuwd aan. Want ik ga hem natuurlijk wel weer kopen. En dan ga ik vrijdag ook een video van uploaden. Nogmaals, zoals ik al zei, ik ga ook laten zien hoe jij hem zo meteen gratis kan krijgen van mij. Maar als ik dit zie, ziet het er best wel veelbelovend uit. En geef ik denk de Battle Pass zeker wel een 7,8. Vind ik zelf een heel erg mooi cijfer. Maar jongens en meisjes, ik had natuurlijk ook gezegd dat ik jullie ging uitleggen hoe jij een gratis Battle Pass kan krijgen van mij. Of V-Bucks kan krijgen, zodat jij alsnog met deze 1000 V-Bucks de Battle Pass kan kopen. En je dus niks hoeft uit te geven. Want jongens en meisjes, ik wil namelijk een leuke giveaway doen voor als het nieuwe Fortnite seizoen start. En daarbij wil ik natuurlijk 5 mensen kans laten maken op de Battle Pass. Dus, wil je nou een van die 5 mensen zijn die kans maakt om een gratis Fortnite Battle Pass, moet je even een aantal stappen doen. Stap nummer 1 die je moet doen is naar de itemshop toe gaan van Fortnite. En in de Fortnite itemshop de supporter creator code Tease aanzetten. Dus, de mensen die mij al supporten, lopen al een beetje voor. Dus gooi die code Tease even aan, jongens en meisjes. Nogmaals, T-I-E-S. Korte code van Nederland en België. Klik op search tot dat vinkje er staat. En pas als dat vinkje er staat, kan je op cancel klikken. Dat is stap nummer 1. Stap nummer 2 is geabonneerd zijn op mijn kanaal met dat belletje aan. Dus ben je nog niet geabonneerd met dat belletje aan, doe dat dan nu eventjes. Klik op dat abonneerknopje, klik op dat belletje. En dan heb je stap nummer 2 ook gedaan, wat natuurlijk insane belangrijk is. Stap 3, duimpje omhoog achterlaten. Heb je nog geen duimpje omhoog achtergelaten, kan je helaas niet meedoen. Kan je helaas niet winnen, want support tonen op mijn video is belangrijk. En stap nummer 4, eigenlijk een van de meest belangrijke stappen die we doen om natuurlijk je Battle Pass te kunnen krijgen, is jouw Epic Games naam achterlaten. Als jij je Epic Games naam namelijk achterlaat, kan ik jou toevoegen. En na 48 uur kan ik jou dan automatisch vrijdag de Battle Pass giften. Dus doe dat eventjes. Laat dan ook even weten, natuurlijk wat ik al zei, wat jij van het cijfer vindt van de aankomende Battle Pass natuurlijk. En het enige wat ik dan nog kan zeggen, jongens en meisjes, is ga nog even grinden. We hebben nog even de tijd om te grinden voordat dit Fortnite seizoen stopt. Ik heb echt weer heel erg veel zin in het nieuwe Fortnite seizoen. Ik hoop jullie ook. Dus bij deze bedankt voor het kijken, jongens en meisjes. En doe gewoon alle stappen. Wie weet heb je dan vrijdag gewoon een gratis Battle Pass van mij, waardoor jij weer 1000 V-Bucks kan besparen. En die dan ook zelf in de itemshop misschien weer kan uitgeven. Dus bedankt voor het kijken, jongens en meisjes. Ik heb heel erg veel zin in het nieuwe seizoen. Daar komt het neer. Morgen een nieuwe video op mijn kanaal Carlo7. Zet je belletje aan. Dus tot morgen. Later, jongens.